Hi, ik ben Smartphone Dominique en in deze video help ik jou de beste smartphone te kiezen. Dit zijn de beste smartphones van april 2022 in mijn nieuwe Smartphone Man koopwijze. Zoals altijd bespreek ik eerst 5 highlights uit de lijst, nieuwe toestellen of toestellen die erg in prijs gedaald zijn en daarna de volledige lijst. En de eerste highlight die ik deze maand wil bespreken is nieuw in de lijst en dat is de Realme 8i. En die Realme 8i is al wat ouder en is ook niet een hele spannende telefoon, maar hij is wat in prijs gedaald en andere toestellen in deze klasse zijn juist wat in prijs gestegen. En daarmee wordt dit een hele interessante optie. Hij kost €150 en voor dat geld krijg je een telefoon die er toch nog opvallend mooi uitziet voor een budget smartphone eigenlijk. Hij heeft een MediaTek Helio G96 chip, een relatief snelle 8-kernige chipset. Hij heeft een 50 megapixel camera en daar moet je zeker niet alles van verwachten. Maar het is een relatief goede camera in deze klasse. Hij heeft daarnaast een Full HD scherm, dat is al wat. En het is ook een 120 Hz scherm, dus hij is lekker vloeiend. En ook dat is in deze klasse eigenlijk best wel uniek. Dus ja, het zijn echt een aantal dingen die deze telefoon meer een telefoon van €200 zeg maar maken dan een telefoon van €150. Maar dan wel voor die €150. Heeft dat dan een keerzijde? Ja, dat heeft het eigenlijk wel en dat is de ondersteuning. Realme staat niet bekend om zijn erg goede ondersteuning. Het updatebeleid van de fabrikant is matig op zijn best. Samsung doet dat bijvoorbeeld veel beter. Dus als je een telefoon voor dit geld wil die veel langer ondersteund wordt, dan kun je beter voor een Samsung kiezen. Maar als die ondersteuning niet je topprioriteit is en een telefoon die relatief snel is, een mooi scherm heeft, zelfs door dat 120 Hz scherm vloeiend aanvoelt en er ook nog een beetje goed uitziet, jouw prioriteiten zijn, dan is dit voor €150 wel een hele goede keuze. De volgende uitblinker in de lijst is de Samsung Galaxy A52s. Nou, die staat al heel vaak in mijn koopwijzer. Vorige maand stond hij er even niet in, omdat de Galaxy S20 Fan Edition bijna even duur was en die is wel een stukje beter. Deze maand is de prijs van die A52s gezakt naar €300 en voor dat geld is het echt een hele goede deal. De telefoon wordt lang ondersteund. Hij heeft echt alles erop en eraan. Hij is bijvoorbeeld IP68 waterdicht. Hij heeft een behoorlijk goede camera, een heel mooi scherm, een snelle Snapdragon 778G chipset. De batterij is niet de beste, maar scoort ruim voldoende. Hij kan niet draadloos opladen. Dat is het enige qua echte functionaliteit die het toestel misschien mist. Maar ja, voor €300 kunnen bijna geen enkele telefoons draadloos opladen. Dus het totaalplaatje van dit toestel is echt super uitgebreid. Hij is wel helemaal van plastic, dus het is niet de meest luxe telefoon. Maar als je het niet erg vindt om op luxe wat in te geven en wel een super uitgebreide en lang ondersteunde telefoon wil voor €300, dan is dit een hele goede keuze. Het volgende toestel dat ik graag wil behandelen is de Apple iPhone 12 mini. Die is natuurlijk al wat ouder. De prijs is nog wat verder gezakt deze maand tot €600. Dat is de ene reden dat ik hem wil benoemen. De andere reden is dat de Apple iPhone SE 2022 afgelopen maand is uitgekomen. En dat ik had verwacht dat dat misschien wel een nieuwe binnenkomer in de koopwijzer zou zijn, maar dat ik eigenlijk deze Apple iPhone 12 mini de betere deal vind. Die SE 2022 die kost €520. Deze kost dus €600, dat is €80 meer. Maar hij biedt eigenlijk wel het nodige meer voor die €80. Ten eerste is het ontwerp veel moderner met kleinere schermranden. Ook een iets kleiner scherm, maar zoveel scheelt het niet. Hij heeft Face ID, hij heeft een uitgebreidere en betere camera met ook een grote camera ernaast. Hij heeft niet de Apple A15 Bionic chip, maar de A14, maar die is nog steeds ruim snel genoeg. Hij blinkt niet uit in zijn batterij, maar dat doet de iPhone SE 2022 ook niet. Hij is volledig waterdicht, hij kan draadloos opladen, hij is gewoon heel erg mooi. Het is echt een luxe ontworpen smartphone en ja, een heel erg goed totaalplaatje eigenlijk voor die €600. Ja, daarbij moet je natuurlijk wel meenemen dat het een vrij kleine smartphone is. Dat kun je een voor- of een nadeel vinden. Maar zeker als je van kleine smartphones houdt, is dit een hele goede keuze. En daarmee is het wat mij betreft misschien wel de beste value for money iPhone op dit moment. In ieder geval zeker een aanrader voor die €600. En wat mij betreft voor veel mensen de betere deal dan de iPhone SE 2022. Ja, en ook als je hem vergelijkt met Android telefoons voor dit geld, dan heeft hij eigenlijk best wel wat voordelen. Bijvoorbeeld dat luxe ontwerp, maar ook de camera kwaliteit is nog steeds heel goed. De snelheid is nog steeds heel goed. Hij kan draadloos opladen. Hij is waterdicht. Nou, dat kunnen zeker niet alle telefoons in deze klasse. En dat maakt hem een hele interessante deal. Dan voor €830 een telefoon die alles kan wat je van een high-end smartphone dit jaar mag verwachten.
Het is de Samsung Galaxy S22, het nieuwe vlaggenschip van Samsung. En die telefoon die blinkt vooral uit in zijn complete totaalpakketje en zijn compacte ontwerp. Hij heeft een 6,1 inch scherm en voor een Android smartphone, zeker voor een high-end Android smartphone, is dat erg compact. Hij heeft helemaal symmetrische schermranden om de voorkant. Dat ziet er ook heel erg mooi uit. En dat zorgt ervoor dat de schermranden nog wat kleiner zijn dan bij andere toestellen. Nou, hij heeft een snelle nieuwe chipset, de Exynos 2200 chip. Een heel goed camerasysteem. De telefoon is daarnaast voorzien van een luxe ontwerp. Dat kan draadloos laden, is volledig waterdicht, etc. Het is gewoon echt een high-end smartphone anno 2022. Hij heeft één echt nadeel, dat is de batterij. Het is een 3700 mAh batterij waarmee je wel de dag doorkomt, maar heel veel meer dan dat is het niet. En wat ik ook jammer vind is dat de grote camera niet zo goed is als bij sommige andere telefoons voor dit geld. Maar los daarvan, voor die €830 een hele goede uitgebreide smartphone waar je lang plezier van zult hebben. Want Samsung ondersteunt hem ook nog eens super lang, namelijk 4 jaar Android upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates. Dan de laatste aanrader van deze maand, dat is de OnePlus 10 Pro. En de OnePlus 10 Pro is misschien voor sommige OnePlus fans een beetje een tegenvaller. Het is niet meer echt een OnePlus toestel in hart en nieren. Maar het is wel voor de €899 die die kost een hele goede en uitgebreide high-end smartphone. Veel telefoons van dit kaliber, zeker als je een groot scherm wil, hij heeft een 6,8 inch scherm. Die hebben een prijs die rond €1000 of nog hoger ligt. En dit toestel is dus duidelijk goedkoper dan dat. Hij heeft eigenlijk alles wat je van zo'n high-end toestel mag verwachten. Hij heeft een heel goed camerasysteem. Hij ziet er mooi uit. Is luxe ontworpen. Hij is niet officieel IP68 waterdicht. Hij is wel officieus beschermd tegen water. En volgens OnePlus heeft hij net zo'n goede bescherming gekregen. Als bijvoorbeeld de OnePlus 9 Pro van vorig jaar. Die wel IP68 waterdicht was. Hij heeft een heel erg mooi scherm, het is een 120 Hz LTPO 2 scherm, Quad HD Plus resolutie, dus ook gewoon echt super scherp. Nou, de chipset is de Snapdragon 8 Gen 1, dus de nieuwste chip van Qualcomm. Hij heeft de Oxygen OS software versie 12 en dat is software die wat dichter bij de Color OS van Oppo is komen te liggen. Daarmee ja, niet helemaal in het straatje van de gemiddelde OnePlus fan misschien, maar nog steeds wel hele mooie software. En het totaalplaatje van de OnePlus 10 Pro is wat dat betreft, wat mij betreft, nog steeds heel erg goed. En voor €900 is de telefoon zeker de moeite waard. Dat waren de 5 highlights van de koopwijze van deze maand. Dan nu tijd voor de volledige lijst. En die begint bij de Realme 8i voor €150. De Realme 8i is een snelle smartphone met een mooi en vloeiend scherm en een flitsend ontwerp. Alleen het updatebeleid is niet zo heel erg goed. Voor €185 koop je de Samsung Galaxy A22 5G. De Samsung Galaxy A22 5G is een smartphone die het vooral moet hebben van zijn 5G-ondersteuning en lange software-ondersteuning. Verder is de telefoon niet heel spannend, maar wel prima. Alleen de camera die valt een beetje tegen. Wil je een heel uitgebreide budget smartphone, dan moet je voor €220 bij de Xiaomi 11 Lite New Edition zijn. De Xiaomi 11 Lite New Edition is een heel mooi ontworpen smartphone met een prima camera. En software met een heel goed updatebeleid, alleen die software zelf, dat is niet mijn favoriet. Opnieuw binnen in de lijst, ik noemde hem al even, de Samsung Galaxy A52s voor €300. De Samsung Galaxy A52s heeft een prachtig OLED-scherm, een heel uitgebreide feature set, lange softwareondersteuning, alleen het ontwerp is een beetje plasticky. Dan voor €320 de Motorola Edge 20. De Motorola Edge 20 is een van de mooiste smartphones met goede software en een uitgebreide camera. En de batterij is niet super. En de OnePlus Nord 2, een langdurige aanrader in deze lijst, koop je voor €350. De OnePlus Nord 2 is een telefoon met fijne software, maar bovenal hele goede prestaties en een uitstekende camera voor zijn klasse. Ja, het enige jammer is dat hij niet volledig officieel waterdicht is. Voor €480 koop je inmiddels al de Xiaomi 11T Pro. De Xiaomi 11T Pro heeft supergoede prestaties, een prima updatebeleid en kan extreem snel opladen. Alleen de afwerking is niet top. En voor €550 dan de Samsung Galaxy S21 Fan Edition. De Samsung Galaxy S21 Fan Edition heeft een hele goede camera, een heel goed updatebeleid en is mega compleet. Alleen het is niet de meest luxe smartphone. Wil je een relatief betaalbare iPhone, dan moet je voor €600 bij de iPhone 12 mini zijn. De iPhone 12 mini is ontzettend compleet, waterdicht, luxe en bovenal compact. Alleen hij heeft niet de beste batterij. Dan voor €640 de Google Pixel 6. De Google Pixel 6 heeft een mooi ontwerp, een geweldige camera en ontzettend lange ondersteuning.
Alleen, hij heeft helaas geen zoomcamera. En voor 650 euro koop je een hele hippe smartphone, namelijk de Samsung Galaxy Z Flip 3. De Samsung Galaxy Z Flip 3 is een uniek concept met een waterdicht ontwerp en een heel mooi scherm. Alleen de batterij, die is matig. Dan voor zo'n 800 euro de Apple iPhone 13. De iPhone 13 is een prachtige smartphone met alles erop en eraan, een hele goede camera en een supersnelle chipset. Alleen het scherm heeft helaas geen hoge verversingssnelheid. En voor 830 euro ongeveer koop je de Samsung Galaxy S22. De Samsung Galaxy S22 ziet er prachtig uit, heeft een hele goede camera en een supergoed updatebeleid. Alleen de batterij is een klein minpuntje. Tot slot voor 899 euro de OnePlus 10 Pro. De OnePlus 10 Pro is snel, mooi en uitgebreid en heeft een goede camera, maar de software is niet meer wat het ooit geweest is. Dat was de volledige lijst, de koopwijzer van april 2022. Mocht je nog vragen hebben, laat het even weten in de reacties onder deze video. Heb je een interessante telefoon gezien en wil je er meer over weten? Check dan mijn review of als die er niet is, de review van iemand anders op YouTube. Altijd goed om meerdere reviews te zien sowieso. Verder bedank ik jou voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben, zoals gezegd, laat het weten in de reacties onder deze video. Laat ook even weten wat je van de lijst vond. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dan zie ik jou heel graag een volgende keer.